Mijn naam is Ellie de Graaf. Ik ben geboren 6 augustus 1954. Mijn acteerervaring strekt zich uit over 30 jaar. Ik heb in meer dan 25 toneelrollen gespeeld. En sinds december 1999 zit ik in Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat is een kleine rol, dus ik heb nog wel tijd om andere leuke dingen te doen. Ik zou heel graag een keer uitgenodigd worden. Ik ben iemand die zich vastbijt in een rol, of dit nu groot of klein is. Dus, tot ziens. Hoe sterk is de eenzame fietser? Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over het stuur, tegen de wind, zichzelf een weg baant? Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen waant? Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over het stuur tegen de wind zichzelf een weg baant? Hoe zelfbewust een voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen waant? Sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over het stuur tegen de wind zichzelf een weg baant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint zich kampioen. Sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over het stuur tegen de wind zichzelf een weg baant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint zich kampioen waant. Oh, hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over het stuur, tegen de wind, zichzelf een weg baant. Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zichzelf een kampioen waant.